U bent terug bij de VARA, dames en heren. Ik zei het u al eerder op de avond, ons programma is vanavond nogal gewijzigd. En dit en dat zult u begrijpen in verband met het plotseling overlijden van Wim Kan. Een Wim Kan herdenkingsprogramma ziet u over enkele minuten. Daarna, om ongeveer 10 uur, ziet u deel 4 van de Engelse serie Hart tegen Hart. En het late journaal verwachten we rond 11:15. Maar eerst vraag ik nu uw aandacht voor Jan de Trooijen, waarnemend voorzitter van de VARA. Het bestuur van de VARA heeft er vanzelfsprekend behoefte aan om vanavond in onze televisieuitzending Wim Kan te herdenken. Vanaf de 30e jaren tot aan het nu toch zo plotseling heen gaan van deze grote kunstenaar is Wim Kan veel meer geworden dan de beste conferencier van Nederland. Eigenlijk is hij in ons aller leven een dierbaar element geworden. En hij is volstrekt onvergelijkbaar in zijn oorspronkelijkheid met welke andere persoonlijkheid van deze tijd dan ook. Er is een Persisch spreekwoord dat zegt: wie geprezen wil worden, moet sterven of op reis gaan. Dit spreekwoord is bepaald niet van toepassing op Wim Kan. Geen mens, geen artiest is waarschijnlijk in zijn leven decennia lang zo geprezen als juist hij. En het meest typerend voor hem is misschien dat hij bij deze bijval, ja, na het warmste applaus, zelf altijd onzeker bleef. Twijfel koesterde aan de vraag of hij met zijn rijke talenten wel voldoende gewoekerd had om zijn publiek een dienst te bewijzen. Die onzekerheid was kenmerkend in de kleedkamers, maar ook hier in de studio, in de montagekamers. De contacten tussen de VARA en Wim Kan waren zeer langdurig. En als ik het zo mag uitdrukken, ze berusten eigenlijk van zijn kant op een onuitgesproken sympathie. Hij was stellig niet kritiekloos ten opzichte van het werk dat de VARA verrichtte. Het is u bekend, in menige conference geestelde hij ook ons met zijn vlijmscherpe satire. Waar wij Wim Kan zeer dankbaar voor zijn, dat is het feit dat wij in het wederzijds begrip dat Wim Kan niet van de VARA was, hij was er voor u, voor alle Nederlanders, dat hij toch het VARA-podium koos om zijn rijke talenten aan alle Nederlanders te geven. Hij heeft dat in het bijzonder gedaan na 1954 in die onvergetelijke conferences, aanvankelijk voor de radio en later voor de televisie. Woorden van troost aan Corrie en de andere naasten zullen op dit moment eigenlijk altijd gebrekkig blijven. Maar het besef, ja, de zekerheid dat zoveel bij het sterven van Wim Kan meeleven, dat ze het verdriet meedragen, kan misschien iets van sterkte geven aan Corrie en aan die naasten. Wij denken dat we Wim Kan het beste kunnen eren door u vanavond nog een aantal hoogtepunten te laten zien uit zijn optredens.